Hoi, ik ben Desi. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe slijgvideo. Vandaag gaan wij een hindernisdiorama maken. Maar niet zomaar een hindernisdiorama. Dat ga je allemaal zien in de video, dus blijf kijken. Het idee wordt om daar tot daar diorama te maken. En ik ben al wat begonnen. Dit wordt deel 1 en dit wordt deel 2. Als ik hem nu aan elkaar plak, heb ik geen ruimte meer over mijn bureau namelijk. Godzame! Die is afgebroken. Hier komt water in. En ik wil hier heel graag een soort piano afsprong maken. Dus dat ga ik nog met deze blokken doen. Dus dat is het plan. Dus ik denk dat ik hier nog een stukje van afhaal. Die hier bovenop. Dan wordt het zo'n afsprong. Dit wordt dan een hindernis met een slootje. Want als ik het water nog groter maak, dan breekt het weer af. En de rest vul ik aan met een pad. Boom. Ik wil nog wat bomen hebben. En dan wordt het gewoon een hele lange crossbaan. Let's go! Voice over, ik neem het over. Maar dit is een soort, ik weet eigenlijk niet hoe het heet, deze foam. Het is wat harder piepschuim. Ik moet het even opzoeken. Maar in principe, ik snijd uit in de vorm van een afsprong. We hebben het woord vergeten en ik plak hier dan lekker ijsstokjes naast. Ik heb ze door de helft gesneden, want voor het effect. En je ziet wat ik doe. Het is niet zo heel moeilijk eigenlijk. Gewoon een beetje details. Wauw, mooi, prachtig, wauw. En dan ga ik lekker met cement eroverheen. Haha. Ik sloop alles. Hij is geprimed. Zou ik hem zo laten? Zo zwart als mijn ziel. Nee, ik ga hem eventjes bewerken. Let's go. Het laagje zorgt ervoor dat hij lekker donker blijft. En ik ga hem nu lekker bruin schilderen. Mooi. Wauw. Amazing. Na het verven hiervan heb ik kleine boomstammetjes aan de bovenkant toegevoegd. En nu heb ik hem op een plateau neergelegd en ga ik een boom vastslijmen. Oh, kijk hoe mooie boom het is. Als je benieuwd bent hoe ik die boom heb gemaakt, kan je dat in deze diorama video bekijken. Want daar leg ik het wat beter uit. Ik heb een probleem. Maar eerst dit gedeelte. Dat gaat goed, kijk. Ik heb alleen niet gefilmd dat ik dit spraypaint of giet. Maar hier ga ik allemaal gras aan toevoegen en wordt helemaal pretty. Deze heb ik omdat er iets rondvliegt wat mij irriteert. Maar dit ding. Oh. Oké. Ik vind op zich vind ik hem echt heel pretty. Dat er zeg maar allemaal dingetjes met je uitkomen. Dat het een klein laagje is geworden. Maar het probleem is, dat was niet zo. Hij is leeggelopen. En nu zit hij vast. En hij gaat sowieso breken daar. Want er zit natuurlijk een weak spot. Dus. Ik heb dit. Ik weet het niet. Ik hoop het gewoon dat hij eraf komt. Als ik mijn hand erin leg, is hij echt heel strak. Dit is kapot. Dit is kapot. Oh, ik haat dit. Zo erg. Ik wil dit gewoon gaan weggooien, want het is niet meer te redden. Het is een paar maanden later en ik heb dit ding op de kast daar gezet. En ik ben er eigenlijk niet meer naar omgekeken. Er zit stof op, waar je u tegen zegt. En ik heb het nu ontzettend druk. En ik besluit nu, laten we die diorama afmaken. Want dat is wat mijn ADHD-hoofd zegt. Jij, je hebt nog zoveel taken te doen. Nee, maar ik ga eerst die diorama afmaken die al 3 maanden ligt. Of meer zelfs. Ik had er echt geen inspiratie meer voor. Nu dan wel. Dus ik hoop dat ik hem af kan maken. Want hij is in principe bijna af. Er moet alleen best wel veel kleine details op toegevoegd worden. En daar had ik nog even geen zin in. Dus we gaan weer verder. Doordat de andere gedeelte kapot is gegaan, doordat hij vastkant zit op mijn stellingskast, heb ik ook een beetje de motivatie verloren om het überhaupt af te maken. Want het was de bedoeling dat het 1 grote lange baan zou zijn.
en je vanaf dit pad nog in het water kon springen. Maar dat is dus niet gelukt. En mijn kast is nog steeds onder de resin. En daar baal ik van, want dan verlies je gewoon je motivatie. Omdat je natuurlijk het hele, eigenlijk de helft van het hele project moet weggooien. Maar op zich, ik ga dit gewoon lekker afmaken en details toevoegen. En dan gebruik ik het gewoon als afsprong. En misschien dat ik aan de achterkant een keer een water... een soort afsprong naar het water kan maken. Dat lijkt me ook heel erg vet, dat ik het gewoon op die manier kan uitbreiden. En we gaan gewoon even lekker dit plateautje een beetje kleur toebrengen. Zodat wij lekker gras kunnen toevoegen en de details gewoon beter kunnen maken. En dit is mijn geheim. Dit is de Dark Terrain Diorama Terrein. Het is een soort van modderverf, noem ik het. Je brengt het echt aan als een verf, maar het droogt dus zeg maar heel klonterig op. Zoals dit. En daardoor lijkt het dus heel erg als modder. En ik vond het eigenlijk een perfect idee om gewoon een soort modderpad van te maken. Want eigenlijk als je als event paard heel veel over het zand heen gaat, ploegt dat om. En op zich is het wel gewoon heel slim om dit te gebruiken. Dus ik ga het lekker overal opsmeren. En dit spul kan je gewoon opzoeken als je het ook wil hebben. Het is ook, het droogt heel snel op. Het is echt heel fijn. En... het voelt, zeg maar, ik heb het wel eens in mijn handen gehad als een soort zand. Er zit ook zand in. En ja, waardoor het dus ook zo modderig lijkt. Het is gewoon echt, ik hou van dit spul. Echt, love it. Vervolgens ben ik deze watten uit elkaar aan het halen om hier een soort struiken van te maken. Ik weet niet. Het proces is een beetje bijzonder, zoals je mijn vingers al kan zien. Daarna maak ik deze ook groen, want het moeten struiken worden. En breng ik lijm aan op ons mooie plateautje. Want ik ga dit helemaal bedekken in gras. En ik had nog watjes over. Dus echt perfect dus om mee te smeren. Ik doe het in delen. Want dat werkt voor mij fijner. En daar gebruik ik gewoon deze mooie vlok voor. En ik ga een beetje voor een soort herfstthema. En hier maak ik het randje af. Oh, het is al gewoon echt heel mooi met dat gras al. Het maakt het echt een stuk mooier. Hier gooi ik ook wat vlok over de soort van zelfgemaakte struiken. Op die manier krijgt hij wat meer een struikeffect. En hier heb ik lijm met water gemengd. En ja, daardoor wordt het dunner. Wow! Want de bedoeling is eigenlijk dat de lijm niet per se alles pakt. Maar een gedeelte. Klinkt heel raar, maar je gaat straks wel zien wat ik bedoel. Want ik highlight nu het gras met wat lichter gras. Op die manier heb je een soort van verschil en is het niet één dezelfde grasvlakte. Ik weet niet, ik wilde het gewoon even proberen en ik vond het een goed idee. En ik heb dat ook gedaan met het pad. Want ik heb een heel leuk soort zakje met een soort zaadjes. En daardoor krijg je een beetje een soort... schelpenpad vibe. Ja, je ziet het uiteindelijk wel wat ik bedoel. Het is een soort van crumble iets. Als het uiteindelijk gedroogd is, zie je dus het effect wat ik dus bedoel met een soort blaadje effect. En ik voeg nog wat early fall gras toe om weer een beetje die texture weer terug te krijgen. Want het is nu eigenlijk best wel licht. En ik zit echt onderin te jaren trouwens. Dat is echt heel grappig. En dan is het tijd voor de bosjes om deze dus neer te zetten. En je ziet ook wel dat de watjes een beetje uitsteken. Dat is best wel lelijk. Maar ik heb daar wel een leuke oplossing voor bedacht. Want ik heb voor de bomen een soort speciaal mos gekocht. En ik heb niet genoeg mos om een heel boom ervan te maken. Ik heb het wel een beetje gebruikt bij een bomen voor wat blader effect. Dus je ziet dat ik hier lekker lijm overheen doe. En ik gooi dat dus over de bosjes heen. En op deze manier... krijg ik meer struikeffect. En ik gooi er wat bloemetjes in, want dat vond ik leuk. Een beetje kleurtje erbij. Love it. En ik heb nog van die kleine bloemetjes. En die plak ik her en der een beetje neer. Eindelijk. Oh, het heeft me... weet ik niet hoe lang geduurd, maar is eindelijk af. En ik kan hem weer terugzetten. En hij is nu wel leuk om naar te kijken. En ik was een beetje aan het kijken, want ik heb eigenlijk geen enkel paard in houding van een afsprong. Dus mij leek het leuk om een custom te maken voor de volgende video. Het wordt een beetje een ponymodel. Ik heb een ruiter die ik ook ga customizen. Het gaat waarschijnlijk ook weer heel lang duren. Maar ik wil dat jullie leuke ideeën achterlaten. Ik denk dat het misschien een palomino of een geflekt paard zijn. Geen starsnabelpaard.
Ik ben aan het twijfelen of ik of een schimmel maak of een grijze zoals Polaris, dat is deze. Zoals deze mooie grijze. Of juist een Palomino, daar ben ik ook heel leuk in. Ik heb het niet. Breng me op ideeën. Ik hoop jullie leuke ideeën achterlaten. Vond je deze video leuk? Vergeet te liken en abonneren als je het niet hebt gedaan. En dan is het tijd voor het eindresultaat. Let's go. 'Cause